Omdat het steeds warmer wordt in Nederland, krijg je ook steeds meer ongedierte. Die noemen we tegenwoordig plaagdieren, want ze steken ons, ze bezorgen ons jeuk, ze plagen ons dus. En die ongedierte moet bestreden worden. Dat is dus druk werk in deze moderne tijden, door een authentieke Leersumse ongediertebestrijder, die, zoals ik weet, Marcel heet. Ja, Liesbeth, nee, dan komen we er nu gelijk aan. Dag, dag Henk. Marcel, hi. Goedemiddag. Ik heb net Liesbeth aan de lijn voor een wespennest. Daar moeten we nu gelijk naartoe. Want voordat ze naar binnen komen. Ja, oké. Wij komen eraan. Tot zo. Mag ik met jou mee rijden? Spring er wel in. We spreken van ongedierte. Dat zijn eigenlijk drie categorieën. Of als we er hinder van ondervinden, omdat ze in zulke grote getalen aanwezig zijn, dat we het niet meer fijn vinden. Ja? Uiteraard zijn mensen soms panisch voor spinnen. Ja? Punt 2 is, als onze gezondheid in gevaar komt. Vlooien? Nou ja, bijvoorbeeld, denk aan vlooien. Denk aan bijvoorbeeld kakkelakken, maar denk ook aan ratten die ziektes kunnen verspreiden. Denk aan wilde stadsduiven, postduiven, die hele gevaarlijke ziektes verspreiden. En de derde is, dus als wij er schade van gaan ondervinden, denk weer aan ratten die de boel kapot knagen. Did you see me boozing, but still walking straight? Eigenlijk ben jij, en dat bedoel ik in de liefste betekenis van het woord, een soort massamoordenaar. In sommige gevallen zeer zeker. Ik ben zeer diervriendelijk. Ik ben gek op dieren, maar ja, ik zeg altijd, ik heb een knop die ik omzet voor ongedierte. En dan, ongedierte moeten we uitroeien. Zo, we zijn op locatie. Op het dak. Op het dak, nou. Dat betekent dat het nest daar ook waarschijnlijk onder een van die pannen zit. Nou, er zijn diverse methodes. Je kan zeggen van we doen die pan omhoog en we rukken hem eruit, maar dan heb je een probleem. Ja. Dus er zijn steekprobleem. Een steekprobleem. Ja, een wesp die hebt natuurlijk zoiets van dat nest is van mij, afblijven. En ze voelen zich bedreigd, ze steken ook gelijk, zonder problemen. De veiligste manier van het bestrijden van wespennesten is dus door middel van poeder in het nest te spuiten. Insecten ademen via de huid. Er zitten kleine buisjes in de huid, tracheën. En in die poeier zit een soort zenuwvergif. Die wespen krijgen die poeier op hun lichaam en ademen dat zenuwgif in. En daardoor gaan ze dood. Ze kruipen een keer tegen elkaar aan, geven de poeder aan elkaar door in het nest. Geven het door aan de koningin. Als dierenvriend zijnde, duurt dat lang? Ligt aan de concentratiepoeier die ze op zich krijgen. De wespen die helemaal wit zijn, die zijn binnen enkele minuten dood. Het wil ook wel eens gebeuren dat er bijvoorbeeld een nest op een hele vervelende plek zit. Dat die blijft zitten. Om die oksels bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, nee, maar bijvoorbeeld helemaal bovenin. En dan krijg je in het najaar een heleboel jonge koninginnen. Ja, en die gaan overwinteren in de buurt. En dan heb je het jaar daarna. En die heb denken je van, oh, mijn moeder zat hier in de buurt. Ik blijf lekker. Ja, in de buurt. Die blijven in de buurt. En die gaan overwinteren. En in het voorjaar bouwen ze dus een mooi plek. Wat ook wel eens gebeurt is dat mensen een wespennest van buiten dichtstoppen. Zo van, dan kunnen ze er niet meer in. Oh. Maar degene die binnen zitten, kunnen er ook niet meer uit. Ja, en wat dan wel eens wil gebeuren, is dat mensen ineens massaal heel veel wespen binnen hebben. Vooral in het najaar, als die nesten groot zijn. Ik heb ooit wel eens een wespennest gehad van meer dan een meter doorsnede. Die dus in de nok van de zolder, op een ongebruikte zolder hing. Ja, en dat zijn gewoon gigantische dingen. Ben je visser? Ik vis graag. Dus hij was zo. Maar hoeveel zitten er dan in? Een wespennest kan theoretisch tot meer dan 10.000 individuen uitgroeien. Mag ik je helpen? Nou, als jij het een keer wil doen, ja, lijkt me wel dan krijg je even mij een of mooie. Leuk. Ik bedoel, zo leuk vind ik het ook weer niet. Ik heb op zich een vrij lange lans. Ik denk dat we er hierbij al. Lans ga je ze per stuk zo. Nee. Ik heb een poederspuit. En wat we eigenlijk alleen gaan doen is in die pan gaan we een hoop poeder spuiten. En dat is alles. Dan gaat de rest helemaal vanzelf. Genoeg voor schut gelopen in dit programma. Als het niet nodig is, doe ik het niet. Mooi, dan doen we het niet. Als het nou ineens zo hard begint te regenen, gaan wespen dan schuilen? Nee, wespen vliegen gewoon door met de regen. Oh, dat is wel jammer eigenlijk. Dan zou je denken, hebben ze allemaal in één keer, toch? Ja, maar dat geeft niet, want de wespen die thuiskomen, komen ook door die poeier heen. Oké. Okay, ik hou die spuit vast. Oké, okay, zo. Nou, en nou lekker goed handvat inknijpen. Kijk, dan wordt hij al mooi wit. Zo, ja, homa. Oh, lalala, dat is alles. Dat is genoeg voor 3 nesten. Ik doe die rechts ook nog even voor de zekerheid. Nou zeg, jij kan er ook wat van. Ja. En wij beklagen ons dat we nu een beetje nat worden en je hoort geen wesp jammeren dat hij doodgaat. Nee. Dat is maar goed ook. Maar goed ook. Hey, hartstikke bedankt. Ik ga schuilen.
Je begint met een heel varkje. Als het eenmaal dood is, moet dat varkenshaasje, het carbonaatje, het speklapje natuurlijk op een hele bekwame manier verwijderd worden uit dat varkenslijk. Dat is een vak apart. Well, I become a butcher, cause I didn't mind the gore. Think I'll join the plumbing trade, it pays $20 more. Jij bent slachter, of ben je nou slager? Wat moet ik noemen? Eigenlijk zijn wij een zelfslachtende slager, zo mag het een... Zelfslachtende slager. Dus jij hebt een slagerij? Ja. En dan koop je varkens in? Ik koop gewoon varkens in hier in het dorp of in de directe omgeving, ja. Ik had ook om naar beneden klappen hoor, dan met de camera. Oké. Okay. Nou, we verwijderen eerst onderpoot. Ik zei de ham los van... De ham? Zulke hammen zie ik heel zelden bij de slager hoor. Mag ik dat eens proberen? Ja, natuurlijk. Dat is moeilijk. Maar. Even kijken, ik heb het nog nooit gedaan, dus... Ze snijden maar een beetje weg. Ja hoor. Zo. Moet het is niet de bedoeling dat ik het vlees meeneem, hè? Liever niet. Nou, het valt ook best mee zo. Ja, dat gaat de eerste keer. Dat gaat best goed. Heb je wel een scenario om dit te doen? Dat is lekker hoor. Wauw, ik dan... Ik vind het niet vies. Ik denk dat het met een klein beetje zeezout erop, dat het nog lekkerder is. Toch? Ja. Als jij nou zo'n heel half varken moet uitbenen, helemaal gebruiksklaar, hoe lang ben je daar nou mee bezig? Ja, dan ben je er zeker een uur, anderhalf uur, twee uur bezig. Ik ben nou het heuplapje aan het... Het heuplapje? Als je het lekker langzaam laat gaan, is het een boterzacht stukje vlees. Alleen ja, het wordt in de hele... In Nederland ook niet gegeten. Meestal gaat het voor verwerking, voor gehakt of verse worstproducten. Als het nou aan de moderne Nederlanders ligt, de eigentijdse Nederlanders, wat eten ze dan nog wel van het varken? Dit is niet zoals wat poulet voor nasi-vlees. Speklapjes gaan ook altijd nog goed. Wij zitten gelukkig in een streek waar we nog carbonades kunnen verkopen. Maar op andere plekken in het land is dat ook wel moeilijk. De carbonade is uit? Is uit de mode. Nederlanders beginnen gek te worden. Ik ben nu eigenlijk de buik aan het afhalen van het varken. En hier worden onder andere speklappen van gesneden. Oh. Nou, dan gaan we de botten verwijderen met een gutser. Mag je het ook eens proberen? Ja, natuurlijk mag je dat. Gutser. En moet je me even zeggen waar de trekgut? Dit is hem, hè? Dat is hem. Iets omhoog trekken. Ja, anders neem ik het vlees. Ja, oh, het valt best mee, dat ja, gutser. Ja, dit wat makkelijker. Hup. Nou, dan gaan we eigenlijk nu het krabbetje van de schouder afhalen. Ah, krabbetjes. Maar dit gaat ook. Jij nou bij een groot gutter naar binnen loopt. Kijk je dan zo naar die voorverpakte spullen die liggen met zo'n gevoel van oh, 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 oh. Bij hun is het eigenlijk gemaakt op alles kort en vlug. Dus dat wil zeggen, het is vandaag geslacht, vannacht verwerkt en morgen ligt het in de supermarkt. Nee. En ja, is dat nou zo wat? Ja, het is natuurlijk wel. Het is allemaal gestandardiseerd op bepaalde porties, dus alles even groot. Ja, dat is op zich voor de gemiddelde consument is dat wel mooi. Of nou dat al dat hele vlugge proces, of dat nou de smaak van het vlees te goede komt, daar ben ik het nog niet mee eens. Ik heb liever iets meer... Het vlees moet rijpen. Iets rijper, meer rustig ook. Ja, dat is eigenlijk wel iets... Dure vlees heet ook altijd gerijpt vlees. Gerijpt vlees, ja. En dan betaal je extra voor dat ze het 28 dagen hebben laten hangen in de koelcel. Ja. Ik koop wel eens bij de grootgutter een carbonaatje en dan gooi ik dat in de pan en dan denk ik altijd, het lijkt wel alsof die krimpt. Ja. En wat ik bij de slager koop, dat krimpt nooit. Dat heeft ook te maken met het stukje het vochtverlies. Als je de jonge varkens hebt, dan zijn ze eigenlijk nog niet helemaal af. Dan zijn ze wel voor het oog prachtig, maar dan zijn ze vaak nog natter in het vlees. En meestal worden de varkens wat steviger boven de 100 kilo geslacht gewicht. Dit is de, even kijken. Dit is de rib, hè? Dit is de ribcarbonaat tegen de schouder aan. Ja. En dan? Ja, dit is eigenlijk de tussencarbonaat. Wij noemen de tussencarbonaat, want de tussencarbonaat is eigenlijk dat mooie stukje donkere vlees. Deze wordt ook nooit droog. Je hebt altijd een lekker smakelijk carbonaatje. Kijk, en hier heb je eigenlijk wat die begin van de eilandjes. Allemaal eilandjes vlees. Ja, en hoe meer we naar de nek toe gaan, hoe meer eilandjes we krijgen. En ja, en als je dat dus bakt of braadt, dan... Ja, ik weet niet wat ermee gebeurt, maar dat is lekkerder dan
vind ik dan dit. Dan de rib, ja, dat klopt. Zit een, hij is nog goedkoper ook. Hij is nog goedkoper ook, ja. Wat ook natuurlijk nog een ander populair product is, wat is eigenlijk de sperrib. Dat... Oh ja, de sperrib, oh, die vind ik lekker, hè. Dan halen we eerst het varkenshaasje uit de rib. Ja. Sperrips was een product wat volgens mij vroeger helemaal niet liep. Nee, klopt. Dat is eigenlijk iets van de laatste jaren. En op het moment zomers zijn de stukjes met bot zijn duurder als die filetje onderhand. Dat is mogelijk, hè? Ja, ongelooflijk. Dus botten met wat vlees is even duur dan prachtig vlees van de tussenkarbonaat. Ja. Ik wil eerlijk zeggen, ik heb gewoon zin om te gaan barbecuen. En dat kan 's winters ook. Dat kan 's winters heel goed. En dat ga ik doen.